Goedemorgen allemaal. Ja, lekker vroeg. De hondjes uitlaten. Gaan we zo even douchen, als Elijah klaar is met douchen. En dan ga ik me gauw aankleden, want ik moet met mijn moeder naar het ziekenhuis vandaag, naar het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, voor een aantal onderzoekjes. Dus ik vertoef mijn dag vandaag in het ziekenhuis. Nou, de auto staat in de parkeergarage en wij zijn onderweg naar het Maastad ziekenhuis. Nou, de spuit met vloeistof heeft ze gehad. Nu moet ze 2 uur wachten. Dus we zitten een lekker broodje te eten. En om 1 uur moet ze weer naar boven. Oeh, wat ben ik mooi dat ligt. We zijn klaar. Gaan we naar de auto en naar huis. Hè? Nu wat filmpjes van René en Aad uit Spanje. Nou, we hebben 2 uur gelopen. En we zijn er bij de kathedraal aangekomen van Burgos. Gaan ze door dat poortje heen. Op de achtergrond zie je hem al. Ik heb heel weinig stroom meer over. Dus maar het is hier wel heel erg mooi. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt, kan je zien. Er is dadelijk nog een klein beeldje van de kathedraal. Even aan op de foto. Dat is net Marilyn Monroe deze weken. Die blijft op de film komen. Dus tot zo weer. Nou, dit is de kathedraal van Burgos. Het ziet er echt ontzettend mooi uit. Het is alleen even jammer. Dat hij volgens mij nog gesloten is. Maar ja, Martin zou zeggen, een kleine geitje bij de jongen. Dus we gaan kijken of we hier onze eerste stempel kunnen krijgen. Later! Ik heb vanmiddag niet meer zoveel gedaan. Ik heb een uurtje geslapen. En ik heb net lekker een hapje gegeten. Ik ga zo dit filmpje eventjes editen. En dan... Dan zien we wat de avond brengt. Ik krijg, als René de gelegenheid heb, elke dag een filmpje van de Camino wie ze aan het lopen zijn. En die verwerk ik in de vlogs. Dus dat is misschien wel leuk, omdat er heel veel mensen op de hoogte willen blijven van de tocht van Aad en René. En 2 mensen hebben gevraagd aan mij welke make-up ik gebruik. Ik heb daar al een keertje een filmpje over gemaakt en ik zal de link onderaan plaatsen voor degene die dat willen weten wat ik gebruik aan make-up. En verder is, wat ik al zei, ga ik lekker rustig aan doen vanavond, wat lezen, filmpje kijken, wat dan ook. Dus ik sluit ook bij deze de vlog af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.